allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering zou ik eigenlijk heel bijzonder nieuws bekendmaken. Ik had het al de hele week verteld dat ik het vandaag zou doen. Alleen er is een klein dingetje aan de hand waardoor ik het vandaag niet bekend kan maken. Dus ik maak later bekend welk heel groot gaaf nieuws Estra en ik hebben. Maar het kan dus vandaag nog niet, binnenkort wel. Maar oké, de video wordt voor de rest heel erg leuk. Ik ga allemaal dingen vertellen over Jumping Amsterdam. En nog iets over Paardenpraat Live. Wie er ook komt. Dus wil je het zien? Wil je kijken hoe Gerard Joling heel hard gaat op een Friese hengst? Blijf dan kijken! Oké, dan ga ik nu echt beginnen met het verhaal vertellen van Jumping Amsterdam. Namelijk, vorige week vrijdag heb ik een show gegeven tijdens Jumping Amsterdam samen met Gerard Joling. Het was in een uitverkocht Jumping Amsterdam. Er waren duizenden en duizenden mensen en het was heel erg spannend. Smiddags ontmoet ik, nou, ik heb Gerard natuurlijk al vaker ontmoet, maar ontmoette ik Gerard in de bak. En hij ging eventjes oefenen op de Fries Limited Edition, want Gerard ging rijden op Limited Edition. Echt een super mooie dekhengst, maar ik heb echt heel veel respect voor Gerard, want ja, hij stapte gewoon op. Kijk, zoals nu, laat ik even de video zien dat hij op ging stappen. Ja, zeg. Hier, kom maar met je voetje. Hij heeft even geoefend met Jeroen Dubbeldam. Dat is een Olympisch kampioen springen. Echt heel gaaf. Die heeft echt heel veel prijzen gewonnen. En toen hadden we s'avonds de show. En Yves werd gebracht door Manon. En van Manon heb ik les. Die heeft hem ook helemaal klaargemaakt. Want ik was daar al. Ik woon natuurlijk 5 minuten van de rij af. En toen kwam Steve ook. En Steve heeft eventjes Yves losgereden. Want het was daar echt chaos. Er waren allemaal springruiters over grote hindernissen aan het springen. En Yves, ja, schrok heel erg van die klapperende hoeven. Want dat paard springt over die hindernis. Klapte met zijn hoeven tegen elkaar en dat vond Yves eng. Dus Steve ging er eerst eventjes op en daarna ging ik erop. En ja, Manon hielp met losrijden en echt mijn hart, jongens, zat echt in mijn keel. Want Yves voelde heel wild aan. En ik dacht alleen maar van, oh my god, we moeten zo meteen naar binnen. Er zitten daar duizenden en duizenden mensen. Als het maar niet misgaat. Nou, op een gegeven moment was het tijd. Het was 7:45 en ik moest naar binnen. En ik moest eerst naar binnen voordat Gerard Joling naar binnen ging. En nou, ik kwam binnen en er waren echt superveel perscamera's, fotografen en Yves keek echt van, wat is dit? Je voelde gewoon dat Yves er adem in hield en ik dacht alleen maar, blijven rijden, want zodra ik ga stilstaan en twijfelen, dan gaat Yves ook twijfelen en ja, dan gaat het mis. Dus ik bleef rijden en ik bleef een beetje kletsen samen met Imke, die begeleidde me een beetje in de bak. Nou, en toen was het moment daar dat Gerard Joling binnenkwam. Zoals je ziet, kwam Gerard Joling binnen en die kwam binnen en het paard draaide al meteen om. Het was best wel spannend. Maar goed, onze pure muziek begon en daar ga ik jullie even nu een stukje van laten zien. Oké, nu hebben jullie een stukje kunnen zien van de show. Het was echt super gaaf, maar ik heb hier nog een apart filmpje. Kijk, dan moet je jullie heel even naar kijken, want Gerard ging namelijk een stukje op hol. Oké, zagen jullie hem gaan? Hij zei, laat me los. Dus Judith, waarvan het paard is, Limited Edition, liet hem los. En hij ging een stukje dus die kant op. En toen dacht Limited Edition, muscle. En toen rende hij de andere kant op. En toen zag ik al mensen iedereen wegduwen. Toen werd hij gelukkig gegrepen. Nou, gelukkig is alles goed gegaan. Want het zal wat wezen als het helemaal misgaat. Toen we klaar waren, moesten we nog echt heel veel interviews geven. Maar ja, dat was echt heel leuk om te doen samen met Gerard. En we waren echt super trots omdat het zo goed ging voor zoveel mensen. Heel gaaf om te doen. Ja, gewoon een kuur op muziek en dat Gerard Joling dan de muziek zingt. Wow, dat is wel heel bijzonder. Nou, met de Bolero ging het toch wel, maar met Amsterdam werd het een beetje anders. Ik weet niet... ging het wel een beetje. Nou, niet alleen het paard, die ging erachteraan. Maar dat geheel verzijde, ik vond het Gerard schoot ineens weg.
dag daarna had Yves lekker vrij, kon ze lekker rollen. En ik had dus een supergoed middeltje, ga ik jullie binnenkort wel laten zien. Het is een soort van, het heet aardbeienspray. En als je dat over je baard heen doet, gaat die echt keihard glansen. En ik heb ook nog een nieuwe frontriem, die ga ik ook nog binnenkort een keer goed laten zien. Kijk, hier zie je hem al een beetje met, ja, echt een beetje rosé roze eigenlijk, rosé goud. Dat is een beetje de kleuren van mijn jasje. Ik ook, had ook dat mooie jasje aangetrokken met roze en blauw en... Het was echt gewoon heel tof. En het gave van zo'n evenement is, met heel veel fotografen, is dat je altijd na afloop hele toffe foto's krijgt. En ik wil nu een paar van mijn favoriete foto's aan jullie laten zien. Kijk, dit is de eerste en ik vind hem echt zo mooi omdat Yves met zijn oortjes naar voren kijkt. En, weet niet, Yves ziet er gewoon heel gelukkig uit en... Ja, dat vind ik gewoon super leuk aan deze foto. En dan heb ik hier nu nog een paar foto's. Kijk, deze zijn gemaakt door ja, echt een hele speciale fotograaf. Je ziet Yves helemaal in de spot en je ziet het publiek erachter. En die foto is echt haarscherp. En deze in het zwart-wit vind ik ook tof. En oh, ik vind ze allemaal zo tof. En ik ben er echt super, super, super blij mee. En ik heb zondag ook nog met Anki een clinic gegeven. En daar zijn ook nog een paar hele toffe foto's uitgekomen. Kijk, hier kun je het zien. En deze vind ik echt zo grappig. Want Yves kijkt echt zo naar het publiek. Hallo, hallo, ik zie jullie wel. En ja, deze vind ik ook heel tof. En ik ben gewoon super blij met alle gave foto's die ik heb gehad. Oké, we zijn ineens weer bij het einde van de video. Ik heb ook weer ander haar. Want ja, ik had het nieuws eigenlijk al bekendgemaakt op de video. Alleen, we moesten het nu helemaal uitknippen. Dus dit is een beetje een raar einde. Want ineens heb ik weer rasta haar. En net had ik gewoon lang krullend slag in mijn haar. Maar het is dus omdat er dus een probleempje aan de hand is met het nieuwtje. Dus we gaan het binnenkort bekendmaken in de video op Radio 538. En overal komt dat nieuws dan te staan. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En heb je nog geen kaartjes voor Paardenpraat Live? Ga dan nu naar www.paardenpraat.tv en bestel daar je kaartjes. En kom naar de gave, gave show. En tot volgende week. Doei, doei!